Dijkstra, ik ben wethouder in de gemeente Maathoeken. 12 jaar FP-raad geweest in Franekerendeel. En nu heel enthousiast in het college van Waathoeken. Oftewel, Waathoeken. Zoals hier een paar hardnekkige pilkers plachten te zijn. Maar even naar. Nou nog, want dat gaat ook veranderen. Ook daar komt een ander geheel. De wereld om ons heen verandert. En daarom denk ik ook dat het nog steeds goed is voor het beeld dat we in een nieuwe constructie zitten. Daar kom ik direct nog even op terug. Ik denk zelf, ik dacht, ja, 4 uur te dik. Wat ben ik hier vaak langskomt met piepers uit het beeld. Ik heb begrepen, hij kan heel lang verstaan wezen. Hij zou ik hem een klein briefje, maar dat zou het niks, ik begrijp. Ik wil het woord geven aan meneer Koperis en dan gaan we de onthulling door. En daarna wil ik heel graag nog een paar woorden, een klein botskipje aan je met geven. Dat wil ik straks nog even doen. Dan kom ik nog even terug. Maar wat mij betreft is nou het woord aan meneer Alder Koperis. Toen de mensen hun nocht van de regenten hadden,
in 1795 ben die paal verdwenen. Nou, na 223 jaar staan hier weer palen. Weer om mensen te keren, zoals ze doen waren. Nee, om mensen te noden, om het beeld te komen en kennis te nemen van zijn eigen taal, zijn eigen verkaveling, zijn eigen boerderijbouw. Of langs we staan bij het begin van de langste straat van Nederland. Nou, als ze dan toch maar een bootje aan zuur en de kemie in de buurt op lezen, zie je laten dat wij op het beeld aanspinnen. Dat wil ik voor elk wel weten. Wild is niet geboren.
nooit vergeten. Ik. Mooi. Ik weet ook wel dat vanuit de gemeente het beeld er een heel prot daan al een heel prot daan is om wat met het beeld te doen. En ik gebruik dat in de eigen gemeente Waardhoek als voorbeeld voor het Fries wat mij ongeet en het beeld wat het Belkens aangaat voor een fatsoenlijke nieuwe taalnood en we hebben je ook handen en voeten aan gegeven. Dus Belkens, bedankt dat ik dat metnemen kan. Daar gaan we met aan de slag. Wees trots op je groot. Op je beeld en maak er wat moois van. En dan, wat mij aangaat, gefeliciteerd met deze prachtige taal die we, nou, die van ons ook binnen. Dank dat we hier met een ander wezen mochten. En wat mij betreft, gaan we gezellig in de kar weer terug om dan een bakje koffie te drinken. Dank je wel en geniet van het beeld.